Mr. Suzuki, it's a pleasure to have you in our program. Thank you. Are you happy with your presence here in Tokyo? Yes, of course. I'm very happy. What are you expecting of the Tokyo Motor Show? So, Tokyo Motor Show. So, everybody enjoy the motor show. Yeah. Yeah. I see something very nice behind us. Yeah. Can you put this in production? At this moment, so I have no idea. But so in the future, I would like to do. Yeah. Yeah. Suzuki is more and more popular in Belgium. Mm-hmm. I think that makes you happy. Yes. Of course. Yeah. Yeah. I would like to get a more share. Yeah. I can understand that. Thank you. Thank you very Thank much. You. Bart, ook bij Suzuki heel wat nieuwigheden met een leuke conceptcar hier juist achter ons. Absoluut, we hebben hier achter ons de e-Survivor staan. En Suzuki is natuurlijk bekend vanwege zijn 4x4 al heel lang. Vooral vanwege zijn kleine 4x4's. En met deze worden ze eigenlijk weer een nieuwe spoor aan richting toekomst. En want deze wagen is elektrisch, twee motoren, eentje in de vooras, eentje in de achteras. En dat is toch wel een mooie knipoog naar het 4x4 verleden. De Suzuki Swift is populair bij ons en hier staat er een sportversie. Inderdaad, we hebben de Suzuki Swift Sport al gezien in Frankfurt. Hier staat hij nog een keer voor de Japanse markt. Voor hun is het echt wel de introductie daarvan. En dat gaat natuurlijk wel een hele leuke wagen zijn. Nog minder gewicht, nog meer vermogen, 1400 turbomotor erin. Dus dat belooft. Vanaf wanneer verkrijgbaar in België? Die gaat in België te zien zijn op het autosalon, geflankeerd door twee van zijn oudere broertjes. En op de markt, echt in de showroom, gaat die zijn vanaf april. Jullie presenteren ook iets pittigs op de stand. Absoluut. Suzuki is vooral bekend van zijn auto's en zijn motto's. Maar we hebben ook hele goede buitenboordmotoren die wereldwijd bekend zijn vanwege hun kwaliteit. En wij presenteren nu echt wel een première, want voor de eerste keer hebben ze dus een buitenboordmotor kunnen maken die twee schroeven heeft die tegenover elkaar draaien. En zodoende heel veel stabiliteit geven en alle power kunnen geven om in de richting vooruit te gaan in plaats van een klein beetje opzij, zoals dat gebeurt met de huidige buitenboordmotor. Dus echt wel een primeur in de marine sector. Zou het een idee zijn om die motoren aan de Swift Sport te hangen? Dan zou die nog rapper vooruit gaan. Ik denk dat het zo al goed is met die 1400 euro. Ik heb daar juist met uw grote baas gesproken en hij was heel blij over België, maar hij zei dat je nog meer je best moet doen. Wij doen altijd ons best. Die hadden niet verwacht, hè? Nee.